Wat de Partij van de Arbeid betreft moet het klimaatbeleid eerlijk zijn en realistisch. En dat is eigenlijk wat de heer Jet hier ook zegt. Maar wat hebben mensen gezien tot nu toe? Dat de treinkaartjes duurder werden door een hogere btw. Dat de energierekening hoger werd door een belastingmaatregel van dit kabinet. Dus als je het dan over draagvlak hebt, dan sta je al achter. U zei de heer Jetten in december in een interview in Trouw. Het is onontkoombaar dat er nationale CO2-heffing komt. Vervolgens wordt het klimaatakkoord gemaakt en wordt het opgestuurd en het zit er niet in. En we weten allebei dat een plan met boetes, dat het planbureau voor de leefomgeving heeft gezegd, de overheid staat op informatieachterstand, dat wordt bureaucratie, dat wordt rechtszaak en het gaat niet werken. Mijn vraag is, kunnen we hier dan ook afspreken? Het wordt doorgerekend, voorstellen van de SP, van GroenLinks, van de Partij van de Arbeid komen er ook aan. Dat als één van die voorstellen beter uitpakt voor de portemonnee van de burger, realistischer is en eerlijk, dat ze dat voorstel dan introduceren, want dat heeft u eerder beloofd. Ja, voorzitter, ik wil ook een groot compliment maken aan de heer Asscher dat de Partij van de Arbeid gewoon constructief een voorstel heeft uitgewerkt en dat ook door het planbureau laat doorrekenen. Ik zal dat even serieus beoordelen als de doorrekeningen van alle voorstellen die van de klimaattafel zijn gekomen. De heer Asscher. Dat de heer Jet de voorstellen serieus, daar heb ik geen enkele twijfel over. Maar mijn vraag was een ander. Het draagvlak onder klimaatbeleid wordt aangetast door de maatregelen van dit kabinet en door de uitspraken van uw coalitiepartners. Die noemen u een drammer. Nu kunnen we er wat aan doen. Namelijk afspreken dat als de CO2-heffingsvoorstellen van de Partij van de Arbeid of anderen beter uitpakken dan het bureaucratische la-la-land verhaal van dit kabinet, dat we dat dan gaan doen. En u kunt er als politiek leider nu voor kiezen en u heeft het eigenlijk beloofd. Voorzitter, ik zal het klimaatakkoord nogmaals beoordelen langs de volgende lijnen. Halen we de doelstellingen, namelijk die halvering van de CO2-uitstoot, zijn die kosten eerlijk verdeeld? Kunnen huishoudens en kleine ondernemers ook meekomen en gaan grote vervuilers ook een eerlijke prijs betalen? En als het voorstel van de Partij van de Arbeid daaraan bijdraagt, beter dan die van die klimaattafels, dan gaan we daar absoluut zeker naar kijken. Maar ik kan nu geen definitief ja of nee zeggen. Dat is helaas ook een beetje de fase waar we in zitten. Honderden organisaties hebben meer dan 600 voorstellen gedaan. En ik vind het ook richting die tafels goed om even de doorrekeningen daarvan af te wachten voordat we daar hier een definitief oordeel over vellen. Ja? Voorzitter. De heer Asscher. In de cockpit is onderhandeld. De cockpit was een soort vergaderzaal waar alle fractieleiders van de coalitie en de ministers in zaten om te overleggen over het plan. Dat heeft geleid tot alternatieven. Vragen vanuit uw coalitie om door te rekenen. Daar zat die CO2-heffing niet bij. Een CO2-heffing die u één week daarvoor als onontkoombaar heeft aangekondigd. Dus als je het hebt over eerlijk beleid, wat is er dan gebeurd in die cockpit? Wat heeft u dan van CDA en VVD te horen gekregen dat er alles mocht, behalve de rekening laten betalen door de grootste vervuiler?